moet je getraind zijn om met de fiets naar je werk in de haven te rijden. Dit is Yannick Maas. Geen berg te hoog voor deze 32-jarige atleet. Met zijn supersonische carbonfiets haalt hij ongeziene snelheden. Zal Yannick de strijd kunnen winnen van... De Jos. Jos Wouters werkt al jaren in de haven. Ooit was hij wielerfanaat, maar nu kijkt Jos vooral graag naar de koers. Maar we geven Jos het voordeel van de twijfel. Wij deden de ultieme test. In dit spannend... duel nemen Yannick en Jos het tegen elkaar op. Onze twee sportvrienden fietsen naar hun werkplek, elk kiest zijn eigen traject. Wie van de twee zal het eerst over de eindmeet rijden? Dit is Wouters versus Maas. Ja, ik win dat op één been. Ik sta zo scherp en ik voel dat ik goede benen heb. Het is gelijk aan Eddy Merckx. Elke koers is anders en elke koers moet gereden worden. En wat is voor mij de eerste keer? Ik heb iets wat hij niet heeft. Wie zal er als eerste in Kallo arriveren? Dat is hier precies de Provence. Het is juist een Tour de France. En Maas blijft het beste van zichzelf geven, terwijl Wouters blijkbaar een eigen strategie heeft. Ik ga aan werken, hè. En zat ik in, gesneden brood meer. Maar met qua zaken zal het ook wel lukken, zeker. Oh, een plat een tube. En dat hier op die kasseien, die precies Parijs-Roubaix. Ik heb geen volgwagen, hè. Zal Jos ooit nog als eerste in Kallo geraken? Moet ik dat hier nu oplossen? Voilà, ik heb al een helper, hè. Een Tom Boonen. Die doet dat ook allemaal niet alleen, hè. Look at Rudy! Amai, als ik nog zoveel voorsprong ging hebben, had ik niet gedacht. Moet je ook een motorkoekje nemen? Ik moet wel toegeven, met de fietsbus is het 25 kilometer minder fietsen. En heel sportief moet het niet zijn. Ik heb zelfs nog een tijd gehad voor mijn gazette lezen. Wil jij ook met de fietsbus naar het werk? Ga naar defietsbus.be.